Maar hier aan tafel beginnen we met spektakel op de fiets. Want volgende week schitteren de beste BMX'ers van Gelderland op de allermooiste, gloednieuwste baan van Nederland, op Papendal. Kijk maar even. Nieuwe baan, hè? Het is een kopie van de baan in Londen. Want in Londen is het BMX, of mountainbiken wil ik zeggen, maar het BMX fietsen een officiële Olympische sport. Hier aan tafel drie wereldtoppers. Sander Bisseling uit Wijchen. Jelle van Gorkum uit Lichtenvoorde. En Joyce Sesing, ook uit Gelderland. En jij komt uit Zelm. Ja. Ja. Wat is het voor baantje daar in Papendal? Nou, baantje. Het is eigenlijk een hele grote baan en het is een kopie van de baan die daar in Londen komt. En wat is er zo speciaal aan die baan in Londen? Is dit een wilde baan? Nou ja, de baan in Londen is toch weer een stap verder dan we gewend zijn van de wereldbekers die we in het verleden hebben gehad. Het is weer groter, weer uitdagender. En vandaar dat wij een kopie hebben gelegd om ons perfect voor te bereiden op die Olympische Spelen. Ja, precies. En het is echt een bijzondere baan. Hè? Want er zijn eigenlijk 5 wereldbekerwedstrijden die op allerlei plekken in de wereld worden gehouden. En nu dus ook op Papendal. Dus het is echt op wereldniveau een baan van klasse. Rijdt hij lekker, George? Ja, dus, zeker. Hij rijdt goed. Het is wel weer even een stap vooruit in de spot. Want alles is net iets groter, iets extremer. Ja, en het is natuurlijk wel ideaal dat het kopie is van Londen. Dus zo kunnen wij ons echt ideaal voorbereiden. Ja, een van de dingen die ik heb begrepen, ik kan fietsen, maar daar houdt het ongeveer ook bij op. Wat ik heb begrepen is dat je van heel hoog, hoger dan normaal, zeg maar, die baan inkomt. Dat klopt, hè? Ja, je begint vanaf 8, 9 meter hoog, zeg maar. En onderaan de heuvel heb je een snelheid van zo'n 50, 55 kilometer per uur. En dan komt die eerste sprong al van 12 meter. Dus, dat is een heel klein fietsje, hè? Ja, en dan ga je dus 12 meter verspringen. 12 meter ga je de lucht door. Dit gaat ook steeds extremer, hè? Onder druk natuurlijk van de commerciële Olympische Spelen. Absoluut. Is dit een baan die, ja, als je 4, 5 jaar geleden kijkt, hoe erg extreem ja, is? Ja, dan geloofde niemand, denk ik, dat dit zou gaan gebeuren. En ja, hij ligt er nog wel, dus Is het dan nog lekker fietsen? Of moet je jezelf ook iedere keer weer oppompen? Je moet jezelf elke keer weer ertoe zetten om weer een stap verder te gaan en nog extremer te gaan. En was zeker de eerste paar keer op deze baan toch wel weer even slikken. En, ja, toch wel? Jazeker, jazeker. We hebben allemaal wel onze momentjes gehad dat we dachten wow, van, dat gaat niet heel goed. Zoiets, ja. Inmiddels zijn we aardig onder controle en zijn we redelijk voorbereid op de wereldbeker. Ja. Een van jullie, maar ik wil eens even weten, een van jullie, jij niet geloof ik, maar een van jullie is een keer zwaar uit de bocht gevlogen. Was jij toch? Nou ja, niet uit de bocht gevlogen, maar wel een redelijke zware blessure. Of ja, eigenlijk een zware blessure. En, wat had je? Ik had een leverbeschadiging. En dat was redelijk kritiek. Maar gelukkig ben ik er weer helemaal bovenop. En toch zit je dan lekker op die fiets? Nou ja, ik heb altijd geroepen, ik wil wel gaan fietsen. En, ja, dat heb ik ook gedaan. Wat is dat voor wereldje, Joyce? Als je in die koers zit, is dat, moet ik het een beetje vergelijken met short tracken? Dat je duwt en hangt en de eerste die de eerste bocht heeft, die wint 9 van de 10 keer? Ja, eigenlijk wel. Als je kopstart hebt en je bent als eerste in de eerste bocht, dan is vaak, heb je al 80% van de wedstrijd gewonnen. Dus daar zit een heleboel druk op, hè? Op die eerste shoes naar beneden. Ja, we trainen ook echt heel veel op de stad en op de eerste paar meters om maar zo snel mogelijk beneden te zijn. Ja. Nou zijn jullie hartstikke goed. Jullie zijn ook allemaal al jaren met deze sport bezig. Wat is er zo leuk aan? Leg jij dat eens uit? Ja, ik denk dat het zo spectaculair is om bijvoorbeeld van zo'n 9 meter hoge heuvel af te gaan. En de snelheden die je haalt. Dus de sprongen die je maakt in de lucht, dat geeft toch wel een kick. En zoals volgende week hopelijk tijdens de wereldbeker meer dan 3500 man publiek aanwezig is, ja, dan geef je toch een kick als je daarvoor mag fietsen. Want het is groot, hè? In de tijd van Los Vast, Jan, had je op de andere zender had je de Avro met fietscrossen. Ja, dat waren heuveltjes van 2 meter, maar dat vonden wij al heel chic. Hoeveel mensen in de wereld doen het? Dit? Daar durf ik niet te zeggen. Ik denk dat Golf Nederland heeft meer dan 1500 licentiehouders. Dus 1500 actievelingen op de fiets in de BMX-spot en ik geloof dat het in die tijd ook ongeveer zo was. Ja, maar het is denk ik ook heel belangrijk dat Olympische sport is geworden. Ja. Ik denk dat heel veel jonge mensen zich ermee bezig gaan houden. En wij zaten net even te praten, wat die gasten doen is natuurlijk waanzin. Hè? Ik vind heel goed dat Nederland... Is Nederland het enige land wat zo'n baan heeft gelegd, net zoals Londen? Of kunnen je concurrenten dat ook? In Amerika heeft de kopie van Beijing van 4 jaar geleden gelegen.
En wij zijn de eerste. En er zijn wel een aantal landen die aan het volgen zijn, zoals Nieuw-Zeeland. En ik geloof dat er Australië ook in komt te liggen. Ja, maar het is geweldig. Want als een van jullie wat bereikt, zo gebeurt dat in sport. Ja. Dan zie je in één keer Bart Brentjes werd Olympisch kampioen, zeg maar. Met en nou nog in al die bossen, al die mountain. Je kunt hier niet normaal precies, dat vindt iedereen op die fiets. Is het een uitzondering dat er meisjes aan meedoen? Of is het heel normaal? Ja, het is geen uitzondering, maar de mannen zijn toch wel in de meerderheid over het algemeen. Maar jullie hebben een eigen competitie, of doe je met die mannen mee? Nee, wij hebben een eigen competitie, anders is het gewoon niet te doen. Ik ben wel benieuwd, want het is natuurlijk allemaal te doen om die Olympische Spelen volgend jaar in Londen. Ga je daarheen? Dat willen jullie natuurlijk wel, dus schat je kansen in. We werken er allemaal heel hard voor en we zijn bezig met de kwalificatie op het moment. En het gaat nou heel erg belangrijk worden tot aan het WK van 2012. Tot dat punt hebben we de mogelijkheid om punten te verzamelen en ons gaan plaatsen voor die Spelen. Maar wat denk je? Ben je erbij? Ik ben erbij. Jij bent erbij. Ben jij erbij? Ik ben er absoluut bij. Jij bent er ook bij. Ben jij erbij? Ja, ik hoop het. Ja. Ga jij er rijk voor worden ook? Nee. Kan dat? Kun je er goed mee verdienen? Ik denk als jij wegloopt naar Londen met een gouden medaille om je nek en je pakt het slim aan, dan... Waar moet ik dan denken? Er is zo fiets naar je geen voetballer of geen tennisser. Dus, Nee, maar wel een... Dan kun je er in ieder geval een goede boterham mee verdienen. Zeg, volgende week is dat dus allemaal te doen daar op Papendal. Kunnen we gaan kijken? Is dat een open iets waar je naartoe kunt? Iedereen heeft waarschijnlijk al van alles hier in Arnhem zien gebeuren aan reclame voor de wereldbekerwedstrijd. En er zijn nog steeds kaarten verkrijgbaar. Okay. Via bmxholland.com zijn kaarten te bestellen. En uiteraard zijn er ook nog tickets verkrijgbaar aan de kassa. Dus iedereen is van harte welkom om dit spektakel te komen aanschouwen. Ja, en om deze jonge gasten te zien fietsen, hartstikke leuk. Was jij een beetje een fietscrosser, Jan? Vroeger deden we van alles stuntjes op de fiets. Ja, wij deden vroeger hele gekke dingen. Maar ik ben een enorme, wielerfan. Dat heeft er ook mee te maken dat gedeeltelijk in België woon. Want daar fietst iedereen. Er zijn meer fietsen dan mensen. En mij doet dat erg veel goed. En waar staan jullie eigenlijk nu? Op welke plek in de wereld staan jullie nu? Ik sta, ik geloof op het moment 11e of 13e. Kijk, hangt een beetje van de... Dan begint het op te schieten. En dan gaat dat, weet je wel. En ik zit gekluisterd aan de buis als dat fietsen is. En dan zie je wat er... Ik heb niet goed dat er nog kaarten zijn, Jan. Ja, nou, dan ga ik kijken. Ja. Als ik er ben.